Ja, Yves, we staan hier op de zoveelste editie eigenlijk van Posselist. De hoeveelste hebben we er dan? We hebben ondertussen de 28e editie van Posselist. En het is zeker een succeseditie geworden. Dus momenteel, de toeschouwers, de deelnemers op het dierenmarkt was fenomenaal. Dus ik denk dat we momenteel aan een 35.000 à 40.000 bezoekers zitten. Dus we mogen zeker van een succeseditie praten. Dat wil wel iets zeggen natuurlijk, hè? Absoluut, absoluut. De zon is op van de partij, dus... Zeg even, maar de weging van de vette mos, dat blijft toch een hoogtepunt eigenlijk van de Posselist? Ja, inderdaad. Dat is een trekpleister ook. Het is een familiegebeuren ook. De kindjes komen naar de dierenmarkt, kunnen de dieren zien. En een gratis wedstrijd, dus Heb je enig idee hoeveel standhouders er vandaag staan hier? Vandaag hebben we 173 standhouders. Dus we hebben ongeveer 1 kilometer, 700 meter standhouders. Blijft het nog altijd om gemakkelijk te organiseren? Het wordt moeilijker en moeilijker uiteraard. Hè. Het kost altijd maar meer en meer. Dus momenteel rooien we het nog. Maar het is een quasi break-even oefening elk jaar. Ja. Maar je blijft er toch mee doorgaan? Tuurlijk, we hebben dat ooit beloofd aan onze voorzitter Zaliger. Willy Denies, die dat eigenlijk een nieuwe impuls gegeven heeft, Posselist. En we hebben hem beloofd dat we het zo lang zouden trekken tot we konden. Dus we blijven doorgaan. Ja. Ik zou zeggen, succes nog in de toekomst. Hè. Dank u wel. Burgemeester Bart Seumers heb ik hier bij me. We staan hier vandaag op Posselist en we staan hier bij de ossen eigenlijk. Hoe belangrijk is dat eigenlijk, dit evenement Posselist, dat dit blijft bestaan? Ja, ik denk dat het een ongelooflijk plezant evenement is. Hier komen duizenden en duizenden mensen elk jaar opnieuw naar Leest. Dat is denk ik een beetje het hoogtepunt van het bestaan van dit dorp. En zo'n evenementen brengen mensen bij elkaar. Hè. Dat is een heel plezant gebeuren. Ja, als burgemeester loop je hier rond en de mensen herkennen u natuurlijk. Ze vinden het ook heel belangrijk. De stad blijft leven. Hè? Ja, absoluut. En ik ben heel blij dat het zijn vrijwilligers die dat allemaal doen. En elk jaar opnieuw. Ik heb daar ongelooflijk veel bewondering voor en sympathie. En zulke dingen moeten gebeuren. Deze week is het hier in Leest nu Posselist. Volgende week hebben we de plantenbeurs in Hombeek. Dat is toch wel belangrijk dat de dorpen van Mechelen blijven toch zo ook hun authenticiteit bewaren. Hè? Ze zijn wel deel van een groter geheel. Maar staan ook op zichzelf en zo dat dorpsleven in stand houden, bevorderen, mensen bij elkaar brengen, is een heel belangrijk iets. Ja. Nu staan we letterlijk op de boeren buiten eigenlijk in Mechelen, we zien we dan de vliegen. Hè? Ja, absoluut. En dat is ook mooi dat die traditie in stand blijft. Je staat hier eigenlijk in vogelvlucht, misschien op 3-4 kilometer van de grote markt van Mechelen. Maar je zit hier ook in een heel landelijk deel. Hè. Je mag nooit vergeten dat 40% van het Mechels grondgebied is het Hombeeks plateau, wat ten westen ligt van de Zenne. En dat heeft altijd een zeer landelijk karakter en dat moet ook zo blijven. Hè. Dat is ook de charme van onze stad, hè. Dat je die dorpen hebt die eigenlijk nog altijd dat landelijke uitstralen. Ja. Dat de mensen eens even buiten de drukke stad kunnen dan. Ja, en dat hier, mensen die hier ook wonen, dat die ook niet een deel worden van de stad, maar dat die ook nog wel wat op zichzelf bestaan. En dat je van hier ook rap in de stad bent en omgekeerd rap van de stad hier in het landelijke leest. Ja, vandaag ben je winnaar hier op Posselist van de Vette Nos. De Vette Nos, dat is Dalida. Hoe oud is dat beestje eigenlijk? Die is ongeveer 4 jaar. Jij bent de eigenaar ervan? Ik ben de zus van de eigenaar. Ja, en ik help heel regelmatig op de boerderij, omdat dat toch wel wat werk is. Hè. Dat is een hobby. Hè. Wat bedoel je met heel wat werk? Kan je dat eens een beetje in detail vertellen? Voordat wij naar de jaarmarkt kunnen gaan, moeten wij eerst zien dat we met alles papieren in orde zijn. We moeten bloed laten nemen. Om zeker te zijn dat er geen ziektes zijn, dat de dieren ziektevrij zijn. We moeten ze proper maken, scheren, wassen. En om met een paar hier te staan, dat is niet veel werk. Maar om met een tiental hier te staan, dat is een beetje meer werk natuurlijk. Hè. Dat is een paar dagen voorbereiding vooraleer dat wij hier kunnen komen staan, hè, vandaag. Is de grote boerderij die jullie hebben? Niet overdreven gemiddeld. Een 100-tal dieren, dus dat valt nog wel mee. Hè. Uit Mechelen? Nee, uit Grimbergen zijn wij. Grimbergen. Ja, ja, dus dat is niet zo heel ver. Hè. Zeg, en is Dalida de enige? Ik denk het niet, hè? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. We hebben nog wel een stuk of 20, denk ik, van haar leeftijd ongeveer. Ja. Blij met de prijs? Ja, toch wel, hè. Ja. En dit jaar een hele mooie trofee ook, dus daar zijn we ook heel tevreden mee. Hè. Dat is toch nog altijd iets speciaals, een trofee. Hoe lang denk je dan hier nog bij u te hebben? Zo lang mogelijk, liefst. We gaan dat proberen, zo lang mogelijk. En zolang dat ze kalfjes kan hebben en zo, gaan we dat proberen om die bij ons te houden. En
als ze gespaard blijft van ongeluk natuurlijk. Hè. Dat hopen we. Ja. Heeft ze al veel kalfjes op de wereld gezet, dat je weet? Een stuk of twee, ja. Oké, bedankt en succes nog met Alida. Hè. Ja, dankjewel.